2,5 was, ben ik begonnen met drummen. Nu ben ik 11, nu drum ik nog steeds. En mijn moeder heeft me geholpen om het zeg maar in te schrijven bij Brassband. Ze kan zelf nu ook drums repareren en zo. Heeft ze een eigen winkel. Zelf ook een beetje gek geworden van drummen, qua dat ze altijd daarover heeft en zo. En stiekem komt dat ook wel een beetje door mij, volgens mij. Wat is kwalijk? Dat ik geen angled jack-kabel meer heb. Dat is dus precies weer voor die ene kant. Ik heb nu in totaal volgens mij bij 5 drumbands gespeeld. Het laatste waar ik heb gespeeld is nu batterieabres, maar dat is helemaal uit elkaar gevallen. En nu heb ik mijn eigen groep, Next Level Kids. Geef ik ook les en dat gaat wel goed. Het ziet er niet echt uit alsof het uit elkaar gaat vallen. En wat wil je dan bereiken daarmee? Ja, gewoon mooie optredens. Veel mooie optredens. Die laatste slag van Blake 5. Jump to the jump, 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 jump. Soms verbazen ze me echt. Kunnen ze ineens direct iets. Volgende week moeten we weer helemaal bij het begin beginnen. Dat snap ik soms echt niet. Want vorige week deden ze het zo goed en zo. Volgende week beginnen we weer helemaal bij het begin. Wanneer weet je dan dat je instrument goed kan? Nou, dat weet je nooit. Ja, oké, je kan op een gegeven moment het instrument wel goed. Maar alsnog, ik kan altijd nog meer dingen leren. Dus je kan nooit zeggen van ja, dat kan ik al helemaal en zo. Ja, dit, dat. Want je kan nooit alles met drummen. Je kan altijd nog nieuwe dingen doen. Oké, dames en heren, luister. Even een aantal belangrijke mededelingen voor volgende week. Bij elkaar hebben we dus nog 7 oefendagen waarin de hele musical blind gespeeld moet worden. Ik wil niet echt chirurg worden of zo. Dat wil ik gewoon niet. Ik wil gewoon, zeg maar in de spotlight staan en zo. Dat vind ik op zich wel leuk. Zeg maar op alle manieren vind ik het wel leuk. Gewoon muziek vind ik het leuk, met dansen vind ik het leuk. Theater vind ik het leuk, met alles zo wel. Ik hou gewoon van die spotlight zo. Dat je op een podium iets doet en dat mensen beginnen te lachen en zo.
Luc. Ja, Poel. Het is met jou vandaag. Met mij? Ja. Ja. Soms kreeg ik ook van die opmerkingen van... Ze dachten dat mijn moeder me helemaal had gepusht of zo om dat te doen. Maar dat is helemaal niet waar. Want ik vond het zelf altijd al leuk. En ik was meer van... Mama, kom, we gaan daar naartoe. Nu, kom. Ik wil daar. En heeft ze me gewoon geholpen om zo te... Om daar te komen, zeg maar. Opa, kom even een stropdas strikken. Nou. Hou je er niet van als iedereen aan je staat te frunniken? Nee. Oh. Als iedereen nou naar me kijkt, ja, dan kan ik wel tegen. Maar als iedereen aan me staat te frunniken. Yeah. Nee, dat vergeet ik niet. We gaan toch niet te ver, hè, met dat Nisse-Nogedoe. Nee, het publiek wil het toch? De superstar! Eli is een jongen, daar zit muziek in. En als hij in de schijnwerper staat, dan is hij niet te stuiten. Je bent een geboren leider en hebt vaak aan een half woord genoeg. Soms wil het ei wijzer zijn dan de kik. Wacht Tino, ik wil eerst een echte bruistaan van je. Wat vind je het leuke aan optreden? De mensen. Reactie en zo erop. Want sommige mensen reageren echt heel slecht. Direct van, oh, wat een herrie. Maar ja. En andere mensen direct zo van, ha, leuk. Ja, natuurlijk ook. Sommige mensen gaan zelfs bij dansen en zo. En dan doe je dat gewoon goed.